Het ministerie van Volksgezondheid is goed voorbereid op de lichte toename van de COVID-19-besmettingen. Het departement heeft de ziekenhuizen geïnstrueerd in alertfase te gaan om eventueel op te schalen wanneer meer opnames zich aandienen. Echter zullen alleen mensen met ziekenhuisindicatie getest worden op het virus. Iedereen met COVID-19 gerelateerde klachten kan telefonisch contact maken met de huisarts voor advies. Artsen die hun patiënten zelf willen testen, kunnen in aanmerking komen voor het benodigde testmateriaal. De testen zullen kosteloos aan artsen ter beschikking worden gesteld. Mensen die milde klachten vertonen en in staat zijn te werken, kunnen met een chirurgisch mond-neusmasker aan het werk. Zij die niet in staat zijn te werken, kunnen thuis uitzieken. Volksgezondheid dringt nog steeds aan op het opzetten van een mond-neuskap in grote menigten en slecht geventileerde ruimten. Het ministerie raadt nog steeds aan zich te laten vaccineren.